gaat helemaal niet over Karel. Behalve de laatste zin. En die zin die heb ik nodig om even wat het kokkelvaar voor te wijzen. Het is een megawattje, dat gaat over de literatuur. Megawattje. Terwijl Wilmien brood aan het roosteren was, had de megawattje bruine boterham en smeerkaas. Onwel maakte hij Wilmien kenbaar dat de naam Korrechtbrug van naam veranderd was en nu de Gerrit Kroolbrug heette. De letters van deze naam zijn er eens twee keer vernieuwd en verbrand en vervolgde. Het is een grote eer voor Gerrit dat Brug is omgedoopt en dat het Gerrit Krool mogen dragen. De naam die Draaibrug waardig is. Het is niet voor niets, ging Wilmien erbij, dat de letters twee keer vlam gevat hebben en zwart verbrand uit de gehele procedure kwamen. Maar Wilmien die lief, zei Mega, terwijl Wilmien een bruin geroosterde boterham op het bordje schoof van Mega. Gerrit Krol heeft de PC hoofdprijs ontvangen voor zijn gehele oeuvre. Er slaat een brug tussen wiskunde en de literatuur. Wilmien voerde de broodrooster een nieuwe boterham en zei dat de brug gewoon tussen de Indische buurt en de wijk bij hem lag. Ze vroeg wat er nu zo literair en poëtisch zat en dan letters X en Y. X en Y zijn de grote onbekenden, verklaarde Mega enthousiast. Volgens de kabbala der getallen staat in het systeem van Pythagoras het getal 7 bijvoorbeeld voor rust, geluk en evenwicht. Getal 41 voor schande, last en misbruik en de woorden gierigheid en begeerigheid liggen ten grondslag aan het getal 49. Ze hebben alle getallen met een onderliggende betekenis. Het fenomeen Gerrit Krol is alleen in superlatieven te beschrijven en wordt onsterfelijk als je gewicht zou opstellen bestaan uit louter cijfers. Wilmien stelde de broodrooster in op een langere tijdsduur, omdat als mee die brood en type geroosterd uit de voorschijn kwam dan die van Mega. Gaat de klok dan nog groter worden als hij het geheel op noten zet en illustreert, vervolgde Mega meer dan enthousiast. Zo staat de noot 7 voor het getal 4 eenden, 9 voor rood of karmozijn en de zuster zelfs 6, de noot A beneden de deur een lichtblauw en of turquoise. In de folio-uitgave van Shakespeare's De Getemde Veeks uit 1623 wordt deze toonschouw des weren tot op zekere hoogte gegeven aan lieden die het vermogen te duiden zitten onder het geheimschrift van namen en woorden. En min stikte een hapje weg en smeerde een diepe bruin geroosterde boterham. Het praatje gaat, zei ze, dat Krol bij Shell heeft gewerkt en daar ook al creatief met computertaal omging, zodat de olie- en gasvoorraden te hoog getaxeerd zijn. Als er een brug naar Gerrit vernoemd wordt, dan kan de naam van Liesbeth Café op voorbomen gezet worden wegens de ontoegankelijkheid van haar poëzie. Zo ook zijn er bestaansredenen voor het Koen Peppelens bos stoplicht vanwege de rode, oranje, groene en roze gronden waarop het tijdschrift Zoende in de zendingen beoordeeld. En de Karel ten Haar van Tuinvrouw, omdat hij een grote bijdrage heeft geleverd aan het Vallische element. Een overdosis seks binnen de Groninger literatuur. Sorry. Even een stukje uit Bokkevaar. Dat kwam net al even te sprake. Het gaat door de hoofdzoon die leest een stukje uit een dagboek. Van een dame. Zaterdag, 30 april. Heden met de hand. Eenzijdig. Ik bevredig hem. Dat is geen altruïsme, maar uit ervaring weet ik, een man die een vrouw naar een hoogtepunt weet te vingeren is een zeldzaamheid. Liever dan of constant aanwijzingen te geven of geduldig te wachten tot hij een lange hand heeft en ik een strijdend kruis, concentreer ik mij op het hem bezorgen van zo groot mogelijk genot. Gaat het aftrekken van leven niet alleen leuk om het idee dat ik hem op een bijzonder eenvoudige wijze in extase breng, maar ook om, zonder te worden afgeleid doordat hij mij aanraakt, zijn van genot getrokken gelaat te kunnen bekijken. En wat het opwindend idee, dat hij door mij en voor mij klaarkomt, bijna net zo opwindend als dat hij zichzelf bevredigt terwijl hij naar mij kijkt. Gaan zal, naar ik vrees, vast niet anders zijn dan de meeste mannen en dus liever naar de vloer te vlekken, vroeg rondom mijn borsten besproeien. Dat mag wel, hij wel. Mezelf vingeren bij het idee gaan af te trekken, terwijl ik met diep in zijn aars stoot door midden vinger de prostaat stimuleren, dacht ik terug aan mijn eerste ontmoeting met hem. Ik probeerde mijn aanblik, bijna door de aanblik van zijn schoonheid veroorzaakte verwarring voor hem verborgen te houden en trachtte meteen nadat hij zich had voorgestelde conversatie op gang te brengen. Prompt verloren stelde ik de vraag,
Aan het leger gewonnen pseudoniem. Vind je gaan gewoon een grote man dat geen rotnaam? Nee, wel bijzonder. En wel. Nou, ik vind het belachelijk. Die naam klinkt alsof hij bedacht is door een derde rangs romanschrijver. En ik vind mijn boeken eerste rangs. Vandaar dat ik gezocht heb naar een natuurlijk klinkende naam. Een naam die niet afleidt. Na lang wikken en wegen besloot ik tot het robuuste, stoer klinkende, elegant en toch uitgesproken mannelijke Karel de Bok. Natuurlijk, dat is het. Daar lijkt die Loek gaat op. Karel de Bok. Goed geweten dat er een pseudoniem was trouwens. En toen ik zijn schrijversnaam dacht, wist ik het opeens de titel voor de serie Karel Sutra. Geweldig, wat een geestje vrouw, wat een titel. Karel Sutra, jubelend kwam ik klaar, lang duur en zeer intens.